Dat is een voorbeeld zien, deel 1. We gaan laten zien waarom de zitoefening niet werkt. Heet het niet opzitoefening? Is geen zitoefening, nooit meer zo noemen. Oké, spijt me. Voeten stevig. Zie je hoe ze haar handen op haar middenrif heeft? Niet achter je hoofd. Nee, niet achter je hoofd. Ze moet zien wat ze aan het doen is. Niet zoals jij, ja? Omhoog komen, strak maken, neer. Met spanning omhoog, dat is het enige wat je hoeft te doen. Gaat is dat alles? Dat is het enige wat je moet doen om de rechterbuikspieren te isoleren. Wat is die grafiek daar beneden? Dat is de grafiek. Die laat je 30 seconden per oefening op beginnersniveau gaan. Want je bent toch een beginner, hè? Zij kan het daarmee op gevorderd niveau doen. 60 seconden per oefening in haar eigen tempo. En de grafiek, die zit op al je video's? Op al de video's en ze gaan 90 seconden en 2 minuten dus. Zo kan ik met jullie allebei tegelijkertijd trainen op een eigen niveau. Ja, wacht eens even. Je hoeft dus geen nieuwe banden te kopen als je beter wordt. En als je beter wordt, hoef je geen video voor gevorderd te kopen. Nee, ik zet je niet af, hè? Nou, moet je even kijken, want zij heeft 2 keizersnedes gehad. Ze had een probleem met haar dwarse buikspieren. Dit is wat de meeste vrouwen doen, zo'n beenhefoefening. Ze kan haar rug blesseren. Ja, ziet er gewoon uit, hè? Oh, ja. Maar ze traint niet haar dwarse buikspier. Laat ze even zien hoe je dwarse buikspier traint. Dit is spierisolatie. Dat is voor stevigheid. Alleen dat die is kleine, alles. Subtiele beweging. Goed zo. Ja, dat is goed. Daar is die grafiek. De grafiek, maar ze heeft het al gedaan. Ze heeft al 30, 60, 90 seconden gedaan. Ze kent de techniek, ze doet het in haar eigen tempo. Iedereen kan dat. Leeftijd is niet belangrijk. Hoe lang doe je nou over deze training? 5 minuten per dag voor beginners, 10 minuten per dag voor gevorderden, 1 kwartier voor vergevorderden. Dat is niet gek. En dat duurt geen uren en uren zoals die andere dingen. Vooruit. Nee, oké. Dank je. Wat nou, Tony? Ik weet dat we deel 2 hebben. Wat behandelt deel 2? Huppen, billen en dijen. Algemene beweging. Precies. Inderdaad, dat de dijenreflex is wat ze hier doet, wat een heleboel vrouwen doen. Ze laten hun knie voorbij hun teen gaan en dat betekent dat ze misschien hun knie blesseren. Dat was de foute methode. De foute methode, nu traint ze de dijspier, nu de heupflexies. De houding van haar rug wil zeggen dat ze haar rug kan blesseren. Echt? Simpele wijziging, beetje wijder staan, buikspieren strak, borst vooruit, hoofd gewoon recht. Nou, let op haar dij wanneer ze naar beneden gaat. Volledige flexies. Ze traint alles. Alleen die subtiele verandering. Techniek is en alles. En dat is de tijdsklokgrafiek. Met de tijdsklokgrafiek kun je het in je eigen tempo doen. 30 seconden voor beginners, 60 seconden voor gevorderden, 90 seconden tot 2 minuten voor vergevorderden in je eigen tempo. Dus je krijgt resultaten. En weet je hoe lang het maar? Nou, 4 minuten per dag voor beginners, 8 minuten per dag voor gevorderden en 12 minuten per dag voor vergevorderden. Dat is niet gek, zeg. En weet je nog wat er nog meer is met de tijdsklokgrafiek? Je hebt niet van je 1 en 2, zoals bij de videoberoemdheden. We willen niet tellen. We hebben niemand nodig om voor ons te tellen. Motiveer ik je? Ja, nou en of. Tot ziens. Dank je. Dank je wel. Je hoeft deel 1 niet te doen, je hoeft deel 2 niet te doen. Gebruik hem voor de afwisseling om de dikke zones kwijt te raken. Nu, het hele lichaam, dat hoeft niet elke dag, maar is dit om de dag. Deel 3? Inderdaad, hier zo. Zie je mijn kleine handhaltergrafiek? En zie je die beeldschone dame daar? Oh, beeldschone. Ga je eerst de verkeerde methode laten zien. Nou, even heel goed kijken. Let op. Nou, als ze dat doet, zie je, het traint de achterkant van de arm niet. Je pakt het gewicht in en dat goed, doe je behandelt dit. De achterkant van de deltavormige spier. Maar als je het zo naar binnen draait, dicht tegen je lijf. Let op, mensen. Moet u het verschil eens zien? Techniek. Dat is subtiele verandering. Daar hebben we het nou over, Mike. En daar, is, daar de grafiek. Is de grafiek. Dat is 30 seconden per oefening op beginnersniveau, 60 seconden per oefening op gevorderd niveau, 90 seconden tot 2 minuten op vergevorderd niveau. Dus u kunt het ook. Ik mag dit wel. Duurt niet zo lang. Dit is grandioos. En we hebben nog veel meer. Bewaar het, Tony. We hebben een verrassing voor hem, zo dadelijk. Dit alles en nog meer wanneer we straks terugkomen bij Amazing Discoveries. Welkom terug bij Amazing Discoveries met onze speciale gast Tony Little. Dan gaan we nu praten met wat mensen uit het publiek die target training voor het eerst proberen. Eerst Robin, is het niet? Ja. Wat vind je? Geweldig, zo simpel. Fantastisch gewoon. Het is in feite gemakkelijker om de oefeningen goed te doen, hè? En het traint echt mijn spieren. Ik kan ze echt voelen aanspannen en Tony is een geweldige inspiratie. Hé, hey, techniek. Goed, zou je zeggen. Hier iemand anders. Patrice, kom hier even zitten. Wat vind je ervan? Mike, dit is grandioos. Tony is leuk om naar te kijken. Hij is geestig en hij motiveert je echt. We gaan hem een flink applaus geven. Heel hartelijk goed, bedankt. Patrice, bedankt, mag Patrice. Klappen. Nog één. Gilbert hier. Gilbert, draai je even om. Gilbert, waarom koos jij de target training? Wel, ik zag Brian net. Ik wil zoals Brian zijn. Ik wil zo nu weer aan pizza eten en er ook zo uitzien. Blijf nog even. We zijn onder de indruk, hè? Houdt u hier allemaal van? Ik denk dat we het allemaal eens moeten zijn dat de target training een echte Amazing Discovery is. Tot de volgende keer. Ik ben Mike Levy en dit was Amazing Discoveries. Tony Little's complete target training system is for